Ja, best wel moeilijk om nu wat te zeggen, maar ja, ik ben zeer teleurgesteld gewoon. Ja, als je thuis speelt, je speelt tegen hem en je krijgt 1-0 tegen, ja, gewoon belachelijk slecht verdedigd. Tweede goal precies hetzelfde, dan denk ik van waar zijn we gebleven? Want de afgelopen 6 wedstrijden krijgen we juist weinig tegen, weinig kansen tegen. En nu als je ziet de 2 goals die we weggeven, dat lijkt helemaal nergens op. Dus daar ben ik wel echt teleurgesteld over. Ja, uiteindelijk halen we de punt eruit en dat is het enige positieve aan het hele verhaal. Ben je dan ook wit-heet tegen je verdediging? Ja, ik kan wit-heet zijn, maar ik weet wel dat er weer volgende bal komt. En daar moet ik me vooral op focussen. En wat er al geweest is, moet ik achter me laten en zorgen dat het volgende keer wel goed staat. En ja, zelf heb ik daar niet altijd invloed op, maar ik probeer zoveel mogelijk voor me neer te zetten en te regelen. Maar uiteindelijk doe ik het niet zelf. En diegene die voor me staat, die moet uiteindelijk uitvoeren wat ik geef of wat ze zelf vinden wat goed is. En dat is wel eventjes dat ik eventjes tot 10 moet tellen, maar uiteindelijk ja, gaan we weer verder. Heb je een verklaring voor waarom er voor de 4e wedstrijd eigenlijk op rij een slechte eerste helft wordt gespeeld? Nee, ik heb totaal geen verklaring voor. Ik heb gisteren met Mark van Steenbergen gesproken van de Gelderlanden. Hij vroeg het me ook waarom altijd de eerste helft zo slecht is. Ik zou het niet weten. Het is heel, heel afwachtend, allemaal heel sloom. Niet echt met borst naar voren, kop omhoog en gewoon met een goede bluff. Beetje arrogantie, beetje niet zo bescheiden. En dat vind ik wel. En we zeggen het elke keer tegen elkaar, maar elke keer gebeurt hetzelfde. En ik vind het wel jammer dat we niet constant van onze fout kunnen leren. En dat is best wel iets waar we echt aan moeten werken om hele wedstrijd te domineren en niet wanneer we achterkomen. Je zou toch denken dat na 3 slechte eerste helften inderdaad die angst een keer uit de ploeg gaat? Of ja, hoe kijk jij er dan naar? Laat je dan gelden? Ben je dan boos? Ja, ik denk dat als je hele week elke minuut van de training mee zou maken, dan zou je hele andere mensen zien. Ik weet niet wat het is. Is het misschien de druk van het stadion, maar lijkt me niet. Ik bedoel, we spelen in kokende Vijverberg, maar het is geen Champions League finale. Dus je speelt gewoon 38 wedstrijden in de Jupiler League en je moet gewoon iedereen bij zich te raden gaan en in de spiegel kijken. Doe ik er alles aan om juist de wedstrijd te spelen. En nu vind ik wel dat er in heel veel gevallen een beetje angst is en onzekerheid. En dat moet eruit. Je moet weer terug naar de basis en vanuit weer opbouwen. Hoe ga je dat er dan uitkrijgen? Sorry? Hoe ga je dat eruit krijgen, die angst? Ja, door gewoon constante dingen doen die je hoort te doen. En niet opeens anders te gaan spelen, anders te gaan lopen. Gewoon takken uitvoeren die trainen ons voorschrijven. En uiteindelijk als we dat uitvoeren, ben ik van overtuigd dat we vele malen betere wedstrijden kunnen spelen. En op dit moment is het allemaal van trainer geeft opdrachten, geeft hij ons handvatten. En we voeren het totaal niet uit. En dat is wel heel erg kwalijk naar ons toe. Dat we de trainer ook een beetje in de steek laten. Want hij is er echt mee bezig. Hij wil het heel graag dat we het heel goed doen. En ik vind dat ze er ook alles aan doen om ons de juiste tactiek te verzorgen. En wij voeren het niet altijd even goed uit. En in de slotfase ben jij eigenlijk nog de redder vandaag met dat puntje. Ja, dat is ja, mooi meegenomen. Maar wat ik ook zeg, ik ben vooral teleurgesteld omdat wij als team tellen en niet ik als persoon.